zo avontuurlijk in de Jungle Club. Oh, dat wordt heel mooi, Roger. Stil blijven zitten, hoor. Ja, bijna klaar. Dag, vrienden. Van harte welkom bij Ouwe Hans Jungle Club. Ja, ik ben even de laatste hand aan het leggen aan een prachtig schilderij van Roger. Jij mag het zo zien, hoor. Verder ga ik vandaag met Jungle Jack poep scheppen bij de olifanten. We gaan beginnen. In de Jungle Club. Een piranha, poes of panda, van volwassen dier tot pup. Mijn vrienden, de avonturiers en alle dieren met vleugel, vin of schub. Bamboe Bill die helpt je van de regen in de drup. Met alle dolle dieren in de Jungle Club. Zo, Roger. En nou mag jij kijken. Kijk eens. Dat is mooi geworden, hè? Ja, dat ben jij. Nou, laten we hem nog even lekker drogen hier buiten. En dan gaan we een plekje zoeken om hem op te hangen. Oh, wat een prachtig meest. Oké, Jungle Jack, niet zo hoog. Blijf kalm. Wat een prachtig schilderij. Ongelooflijk. Dit is Roger. Oh nee. Oké. Hij is een prachtig beeldje, maar waarom blijft hij plakken? Oh nee, kom op. Los. De verf is nog nat. Oh nee, kom op. Wat is dit weer? Nee. Hoi. Hey. Ik ben een Jungle Jack. Jungle Jack. Wow, wat een mooi schilderij. Ja, meesterwerk. Meesterwerk, ja. Zo, hé, wat een diepte ook, hè? Diepte. Wat een diepte, ja. Zo. Ja, als ik nou eenmaal aan het schilderen ben, dan zit ik er helemaal in. Oké. Zullen we eens even naar die grote, dikke, grijze vrienden van je gaan? Oh, de olifanten. De olifanten. Dat doen we en wel direct. En met direct. Zo. Oh. Weet je wat? Oké. Roger. Jungle Jack en ik zijn even naar de olifanten. We gaan op de fiets. Bamboe Bill, wat vet! Zo, jongens! Wat? Bamboe Bill, kijk dan! En wat een enorme drollen liggen er, hè? Zo, hé. Zo! Zie je die oren? Enorm, hè? Dat is de Afrikaanse olifant. Afrikaans. Weet je dat olifanten heel goed voor elkaar zorgen, hè? Ja, ze zijn altijd hele goede, dat noemen ze kuddedieren. Kuddedieren? Ja, ze zijn heel goed voor elkaar. Alleen ze poepen zoveel, hè? Ze poepen echt kilo's. Ja. Ja, maar dat moet ook wel, als je 100 kilo op een dag eet. Ja, dat is enorm. Kijk, daar hebben we Kom. Hé, hey, dag Kom. Mooi op tijd. Hé. Hey. Je bent net Neptunus. Ik ben even weg. Oké, tot straks, Kom. Oh, het is wel een stinkklusje, hè? Het is zeker een stinkklusje. Hé, hey. Bamboe Bill. Hoeveel olifanten zijn er eigenlijk hier? Vijf. Vijf? Vier vrouwtjes en één mannetje. Oh. En die poepen enorm, hè? Ze poepen echt heel veel. Heb je het zwaar? Ik ben kapot. Zo, jongens. Dat ziet er mooi uit. Zo, Kom. Zo, alsjeblieft. Bedankt, tot ziens. Bedankt, tot ziens. Dat denk ik niet. Dit is pas het begin. We gaan nu buiten verder. Nu buiten verder. Buiten verder. Jack. Bamboe Bill. Zou ik misschien even riek mogen? Ik ben Neptunus.
Dan kunnen de olifanten uit de box. Heel goed. Ik vind het spannend, ja. Maar wel leuk. Ja, lekker schoon, hè? Het is heerlijk schoon. Weet je wel? Ja! Zo, Roger, we zijn weer thuis. Oh, weet je wat leuk is, Jack? Nou. Ik heb een heel bijzonder filmpje gekregen van toen Ratoni. En nou heb ik nog zo'n oud, kostbaar projectortje. En dat is heel erg leuk. Zet maar eens aan, want het is nog niet afgelopen, dat filmpje. Heb even lekker gepoept. Die hebben hele dunne poep. Het is daarom raadzaam om voordat je een volière binnengaat een paraplu mee te nemen. Leeuwen eten vlees. En dat is veel beter verteerbaar dan plantaardig materiaal. Hierboven slingeren de orang-oetans. En ze leven hoog in de bomen en houden erg van vruchten. En zij kunnen er ook wat van. En als zij zo hoog in de bomen zitten, dan komen zij niet naar beneden om te poepen of te plassen. Dat doen zij gewoon om uit de bomen. Shit verhaal, zeg. Nou, ik hoop dat jullie er iets van hebben opgestoken. Hallo? 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 Is daar nog iemand? Ja. Jungle Jack, in mijn park kun je poep blijven opruimen, hè? Kom je me nog een keer helpen met de poep scheppen? Bamboebeeld moet er vandoor. Oh, dat komt goed uit, want het is afgelopen. Het is alweer voorbij. Ja, en het avontuur gaat verder op www.junglejackclub.nl. Wat zeg je nou? Het avontuur gaat verder op jungleclub.nl. En we zien je snel! Hey, Bamboebeeld, mag ik die fiets misschien nog even leiden? Nou, ga jij nog maar even oefenen. Dat is hartstikke goed voor je, hoor.